keer Boerichter resoluut de voet was gezet. En ook goed doorgespeeld door Cornelissen. En dat levert Utrecht meteen een treffer op. Zo wordt dat dus afgestraft. Maar hoe vrij kun je staan? Van Wolfswinkel is bekend dat hij altijd in beweging is. Cornelissen doorziet dat prima. Als je nu terugkijkt op het seizoen, wat is jouw gevoel erbij? Nou, ik ben hier allereerst heel blij dat ik heb gekozen voor Utrecht. En het is ook met mezelf wat minder gegaan in de loop van het seizoen. Alleen, ja, dat kan gebeuren. Maar als je dan ziet hoe ik eruit ben gekomen en de laatste weken voetbal. En, ja, dan, ik ben echt blij wat er allemaal hier is gebeurd bij Utrecht. Dan ben ik blij met de keuze. Het was geen schouderduw. Dit gaat helemaal mis. En dan is het raak ook, omdat Bosker niet kan keren. En dan is het dus 1-0 voor FC Utrecht. Via Van Wolfswinkel. Ben je toe aan vakantie? Ene kant wel. Ik heb natuurlijk vorig jaar ook een hele korte vakantie gehad van 2 weken eigenlijk. En dan heb je toch wel, dat tikt toch wel door en dan merk je toch wel dat je aan vakantie een beetje toe bent. Alleen als je dan kijkt naar hoe het laatste week gaat qua voetbal, dan zou je nog best wel door willen. Ontsnapt aan de aandacht van de foul. Mettens, goed teruggelegd en het is 2-0 wil ik zeggen. Ja, dat wordt het toch via Ricky van Wolfswinkel. Waar begon voor jou het dipje? Het dipje? Ik heb op zich wel een goed begin gehad. En daarna moet ik zeggen, heb ik niet helemaal mijn... Al voor de winterstop had ik gewoon niet echt mijn niveau. En dat is ook doorgetrokken tot na de winterstop. Ben ik ook een beetje op de bank terechtgekomen. Ja, uiteindelijk blijf je ook gewoon werken en je ding doen. En ja, op een gegeven moment krijg je wat meer vertrouwen. En ja, dan gaat het wat lekker. En dat zie je vooral de laatste weken. Dus, maar ja, je weet dat het een keer wat minder kan gaan. En zeker als je zo jong bent, het tweede seizoen pas in de Eredivisie. En dat het toch wel een verwachtingspatroon van je is. Het kan wat minder gaan. En dat is heel logisch. Alleen. Je baalt er wel van als je niet je niveau haalt natuurlijk, als je weet wat je kan. Alleen, we zijn er goed uitgekomen. Dus, Moulenga mee, Loval mee. Van Wolfswinkel vrij, 20 meter. Van Wolfswinkel, hij zit erin. Het goudaardje heeft zijn goal te pakken. En dus opnieuw geen gevaar. Wel aan de andere kant. Van Wolfswinkel is er vandoor. Dissels moet verdedigen. Van Wolfswinkel zelf maar. En dat lukt hem. 2-0 voor Utrecht. Pak er eens een doelpunt uit wat jij nog heel erg bijstaat. Een doelpunt dat me heel erg bijstaat? Nou, ik heb niet echt één goal moet ik zeggen. Ik moet zeggen over de gehele play-offs, de 4 goals die ik heb gemaakt in deze 4 wedstrijden. Het zijn gewoon heel belangrijke goals geweest, waren ook allemaal de 1-0. Moulenga met 1-0 via Van Wolfswinkel. Het is ook belangrijk om je team op gang te helpen. En daar ben ik meest blij mee, omdat ik toch. Ik heb wel eens met Foppe de Haan gezeten bij de belofte elftal van Nederlands elftal. En die gaf altijd aan van. Wolfswinkel, jij scoort nooit de 1-0, altijd de 3-0 of de 4-0. Ik zeg, let me op, ik kom wel goed. En het is dan wel leuk als je dan nu zeker al die alle goals in de belangrijke wedstrijden de 1-0 maakt. En je team op gang helpt. Dat is wel leuk. Cornelissen haalt weg. Dat lijkt een blinde bal. Dat is het misschien wel ook, maar hij komt wel aan. En een fantastische aanname van Van Wolfswinkel. En het is raak. Het is 1-0. Maar wat een doelpunt van Van Wolfswinkel. Ja, dit lijkt misschien heel simpel, maar dit is echt fantastisch. Moulenga. En 1-0. 1-0 van Wolfswinkel. Het goudbaantje. Evenals in de eerste wedstrijd in Kerkrade komt FC Utrecht ook nu. Binnen 2 minuten op een 1-0 voorsprong. Je speelt in de spits samen met Jacob Moulenga. Hoe is die samenwerking in het loop van het jaar, heeft zich dat ontwikkeld? Ja. Nou, hij is zeker wat beter gegaan. En het is mij ook wennen om met Moulenga te spelen. Voor Moulenga was het ook wennen om met mij te spelen. Het zijn gewoon totaal verschillende spelers. Je moet gewoon een beetje herkennen van... Ja, wat dan de kwaliteit is van een speler. En uiteindelijk zie je gewoon de laatste weken dat het gewoon echt heel goed gaat. En misschien is het misschien iets te laat, maar uiteindelijk weten we nu ook voor volgend seizoen. Weten we elkaars sterke punten en waar we rekening mee moeten houden. En dan moet je jezelf ook wat op aanpassen, maar dat gaat zeker goed. Daar komt die knap uit. En het is 2-1 via Ricky van Wolfswinkel. Wat is jouw doelstelling voor volgend seizoen? Mijn doelstelling, Ik wil wel meer goals, maar ik wil boven de 10 goals. Ik denk dat een spits van FC Utrecht tussen de 10 en 15 goals moet maken. En ik ben de spits van Utrecht, dus ik moet daar, dat moet mijn streven zijn. En dus daar gaan we hard voor werken.
Geweldige kopbal van een voetballer die nog maar eens onderstreept dat hij nou precies datgene heeft om jaar in, jaar uit voor een aantal doelpunten te gaan zorgen.